Deze wedstrijd wordt u aangeboden door... Regenfijbe, supporter van Excelsior 31 TV. Kledingsponsoren van Excelsior 31 TV zijn... Profimax... Shubi. Welkom bij Excelsior 31 TV. Het mediakanaal van Excelsior 31. Samenvattingen. Interviews. Reportages. Goedemiddag, welkom vanuit een zonnig Sneek voor het topklasse-duel ONS Bozo Sneek tegen Excelsior 31. ONS staat op dit moment op een 10e plaats op de ranglijst. Excelsior 31 staat op direct degraderen. Met nog 5 wedstrijden te gaan is het dus zaak dat de overwinning vandaag binnengehaald wordt. Trainer Hans van Dijkhuizen kan vandaag over 2 nieuwe spelers beschikken. Tim Pottast en Grades en Penius zijn eindelijk speelgerechtigd. Maar starten ze vandaag ook in de basis? Ja, die beginnen allebei in de basis. Grades speelt vanaf de linkerkant, een beetje een vrije rol. En Tim speelt centraal op middenveld. Wat is de reden dat ze gelijk in de basis spelen? Is dat toch kwaliteit? Ja, uiteraard. Er moet altijd de doorslag geven. Ze trainen natuurlijk al een paar weken mee. Tim sowieso, maar Grades nog even eruit geweest met een lichte blessure. En je ziet dat ze kwalitatief prima zijn. We staan natuurlijk slecht voor. Ik heb ook niet echt heel veel tijd nog om ze langzaam te brengen, om ze in te passen. Want het seizoen is natuurlijk bijna voorbij. Natuurlijk, als je veilig was geweest, je had 10 punten meer gehad, dan had je misschien nog een beetje gewacht. Of dan had je misschien iets anders gedaan. Maar ik vind daar nu absoluut geen reden toe om daarop te wachten. Ik moet zeggen dat het ook in de kwantiteit gewoon ontzettend fijn is dat ze erbij zijn. Want dat mag ook wel eens gezegd worden. De laatste weken was het natuurlijk ook heel krap in de bezetting. Waardoor wij elke keer een beroep moesten doen, ook op de bank, op een aantal dezelfde jonge jongens vanuit de selectie, maar die vaak in tweede spelen. Onder andere Reno Timmerman. En ja, die jongens moeten voetballen en die hebben veel te vaak op de bank moeten zitten. Dat is nu ook wel iets makkelijker. ONS Sneek, we hebben ze thuis gehad, 2-2. Had met rust wel 5-0 kunnen staan, zei de assistent-trainer toen. Ja, dat klopt. Toen waren we, voor mijn Mammoedorf onder andere, was toen aardig slordig in de afwerking. Ik heb ook nog even vanochtend die beelden laten zien aan die jongens. Ook na de rust kregen we echt nog wel een paar goede kansen. Maar na de rust gingen zij wat anders spelen, veel meer op de fysieke tour. Toen kwamen wij meer onder druk te staan. En uiteindelijk wordt het 2-2. Dat waren echt twee enorme verliespunten. Ik heb nog nooit een wedstrijd gehad als trainer in mijn carrière dat je echt het gevoel had van hoe is dit mogelijk geweest. De assistent-trainer Van der Heijden zei toen ook van we hebben wedstrijden alles of niks. Dus we kunnen 4-0 winnen, maar we kunnen ook 4-0 verliezen. Hoe ga je vandaag tegen hun spelen, Hans? Nou ja, wij moeten winnen. Dus we moeten het initiatief pakken in deze wedstrijd. Dus in het begin zullen we sowieso druk zetten. Nou ja, kijk hoe die wedstrijd zich ontwikkelt. Wij moeten zorgen dat wij aan het voetballen toekomen. Dan hebben we gewoon een goede kans. Ik ben van overtuigd. Nou, veel succes vanmiddag. Ja, dank je. In de 32e minuut komt Excelsior op voorsprong en wordt de stand 0-1. Doelpuntenmaker, de nummer 7, Grades Hempenius. Hallo!
Deze wedstrijd werd u aangeboden door Regge Fijbe, supporter van Excelsior 31 TV.
Kledingsponsoren van Excelsior 31 TV zijn Profimax, Shubi. Ja, Tim Pothast. Vandaag voor het eerst meegedaan met Excelsior 31. Je had toch een andere uitslag verwacht, vooral na de wedstrijd denk ik, of niet? Ja, dat zeker. En helemaal hoe we begonnen. Toen begonnen we wel aardig. We stonden redelijk goed. En qua kansen creëerden we aardig wat kansen. En dan heb je altijd gezegd van nou ja, als je de kansen zelf niet maakt, dan krijg je ze zelf tegen. Maar ja, dat blijkt ook. Maar ja, als je dan ook meegaat in het spel van de tegenstander die alleen maar lange bal spelen, ja, dan maak je het zelf lastig. Ja, in het begin zag ik dat Sneek jullie terugdrongen. Dus jullie moesten lange ballen geven. En hun verdedigers zijn wat dat betreft heel kopsterk. Ja, dat klopt. En met Wielens in de spits is een aanspeelpunt. Maar het is niet een spits die de ballen doorkopt. Maar dan maak je het zelf lastig. En als je dan de tweede bal niet hebt, dan wordt het alleen maar moeilijk. Jullie hebben twee hele goede fases gehad, vond ik zelf. En tweede helft hebben jullie aardig wat kansen gehad. Maar ze gingen er niet in. Ja, klopt. Ja, voor de goal, ja, soms zeggen ze wel eens dat je geil op die goal moet zijn. Nou ja, in dit geval was dat misschien, ja, voor ons geval hadden we iets scherper daarin moeten zijn. En dan hadden wij het onszelf wat makkelijker gemaakt. Ja, als we punten hadden kunnen halen, dan was het wel vandaag geweest, denk ik, Tim, of niet? Ja, en niet alleen punten, maar ik denk ook een beter gevoel. En als je dan weer 3 punten hebt, dan heb je ook weer een beter gevoel in het elftal. En dan wie weet hoe het volgende week gaat. Je hebt zelf een hele tijd niet gespeeld. Kort geding geweest, KNVB. Vandaag voor het eerst gespeeld. Hoe ging het met jezelf? Ja, was wel even wennen. Conditioneel was een zware wedstrijd. Ging alle kanten op. Helemaal in de tweede helft was het helemaal open. Ja, ik heb er zelf wel een redelijk gevoel over. Ik heb mijn best gedaan. En lange ballen en hoge ballen is ook niet mijn spel. En zulke wedstrijden heb je ook. En ik heb zelf het beste te proberen van te maken. Ja, want ik zeg net van je hebt een tijd niet gespeeld. Je hebt ook een ander niveau gespeeld. Althans het laatste jaar, zeg maar. Dus topklasse is toch een ander niveau? Dat zeer zeker. Ja, ik ken het. Ik heb zelf op topklasse niveau gespeeld. Dus ik weet van hoe het spel is. En ik weet dat het allemaal net iets sneller gaat. Dus ja, en dan merk je natuurlijk altijd wel in de eerste wedstrijd. Nou, ondanks de teleurstelling toch voor de camera geweest. In ieder geval daar bedankt voor. En volgende week succes. Ja, jullie bedankt. Ja, ik denk qua kansen na de rust dat we er echt een stuk of 3-4 echt hele goede hebben gehad. En hadden wij echt op 1-2 voor moeten komen. Nou ja, dat gebeurt niet. En één uitval van ONS op een gegeven moment. Vanaf de bank dachten dat Marco Stegeman misschien eerder uit moest stappen naar die back. Dat doet hij te laat. En daar kwam die back op snelheid naar binnen toe. Kwam Arie in een 2-1 situatie. En uit die klutsbal voor mij een schot geblokkeerd. En viel hij voor de voeten van Heijden of via het bos, geloof ik nog. Ah, die schiet hem beheerst binnen. Ja, dat was zuur. Ik vond dat we niet onderdeden voor ONS. Ze zetten ons wel vast in het begin, dus we moesten lange ballen geven. Maar daarna hebben we toch een fase gehad dat we goed gevoetbald hebben. Ja, het was moeilijk. Het veld is ook aan de harde kant. Dat zag je ook dat wij daar in het begin echt moeite mee hadden in de controle, balcontrole. Het is toch weer net even anders dan een ander kunstgrasveld. Het mag geen excuus zijn, maar daardoor zie je wel dat je wat moeilijker aan het voetballen toekomt. Maar goed, op een gegeven moment hadden we wel een fase dat het beter lukte. Kom je 1-0 voor. Dat was, de eerste helft was niet goed, maar kwamen we wel 1-0 voor weer. En dan krijgen zij een beetje makkelijk gegeven vrije trap. En ik had geen beelden van de wacht, maar ik had wel aangegeven in de bespreking als je van die positie, 9 van de 10 keer krult hij hem over de muur in de korte hoek. En Loas wist het, alleen hij schoot hem er echt ook wel aardig in, moet ik zeggen. Ja, dat is weer hoe lang stonden we op voorsprong? 10 minuten en toch weer voor de rust 1-1. En na de rust gewoon zelf de kansen niet benutten en daarom win je deze wedstrijd niet. We hebben het over Grades, maar die wil ik er toch even uithalen. Dat was voor ons wel de man van de wedstrijd bij Excelsior. Ja, voor mij ook, vanaf de kant ook, als staf. We hadden een klein beetje in gedachten van misschien houdt hij het wel niet de hele wedstrijd vol. Want hij had natuurlijk een paar weken niet gevoetbald, vorige week niet getraind omdat hij een blessure had. Hij liep op laatst ook wel te trekken benen, maar als hij aan de bal was, was hij echt fantastisch. En ik heb net nog gezegd, van je hebt er geen klote aan, maar je hebt echt indruk op mij gemaakt vandaag. Ja, nog 4 wedstrijden. Noordwijk heeft gelijk gespeeld vandaag, dus die loopt een puntje uit. Het verschil was 4 punten, is nu 5 punten, dus het kan nog, Hans. Ja, TV Oost, Radio Oost zei net van het draadje wordt steeds dunner. Nou, dat klopt, ik zei, maar het is nog niet geknapt. Zo simpel is het ook. Ja, volgende week weer een wedstrijd tegen Kozakken Boys, ja, voor het thuispubliek. Nog 2 thuiswedstrijden, dus ja, volgende week moeten we dan maar gaan knallen. Absoluut. Excelsior 31 verliest hier bij ONS Bozo Sneek met 2-1. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende uitzending. Excelsior 31 TV. Direct de nieuwste video's ontvangen? Volg ons via twitter.com/Excelsior31 TV.